Mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de PTK. Vandaag weer een nieuwe review en we staan vandaag in Os op de kermis. Ook weer een aangepaste kermis hier in Os. En achter me zie je al een primeur, daar gaan we zo meteen de review mee starten. Er staat een redelijk leuke kermis. Natuurlijk ingedund op een ander terrein, helemaal coronaproof. Maar hey, dat is het gedaan hier in Os. Dat is natuurlijk al heel wat. We gaan beginnen met deze review, mensen. En we hebben het allemaal een beetje gevolgd misschien wel afgelopen jaar. Een nieuwe reuzenrad van Vallend Goed. De Star, zo heet het. Hij is gebouwd bij Technical Park in Italië. Als ik het goed... Ja, Italië is dat, hè? Ja. Hij heeft van voren en van achter verlichting op de spaken zitten. Het enige wat ik dan mis, maar dat is mijn gezichtsdraai, dat is verlichting op, op het juk, zeg maar. Maar voor de rest alles op en het is heel mooi en het is echt een heel mooi rad, dat meen ik echt serieus. Alleen voor wat grotere kermissen misschien toch een tikje te laag. Ik dacht nog op de foto's van nou het gaat wel, maar het is toch laag. Het is mooi, maar laag. Daar is de ingang van plein 1 en daar zien we de Madmill. Het is niet druk overigens, dat komt omdat het net keihard geregend en onwit heeft. Ja, warm was het vandaag. En reis door Toverland. Dit is een soort van kinderpleintje. Plein 1 was dus echt een kinderplein, ben ik nooit geen fan van. Ik weet dat ze het op de grote kermis ook doen, de normale kermis, maar toch ben ik er geen fan van. En je zag het ook, het was leeg. We zijn op het volgende plein aangekomen en dat doen we met Boober Trap Hotel XXL. En de volgende grote marktzaak die we tegenkomen is de X-Factory van de Porter. Een KMG WIP met kantelbank en water. Nou, water komt er nou al genoeg uit de lucht. Dus misschien is dat niet helemaal nodig. Is begonnen zijn reis onder Bushveld. En na Bushveld dus naar de Porter gegaan. Yes! Hey! Oh! Och, heerlijk mensen, daar is hij dan weer. Ja, dan, vorig jaar is hij natuurlijk onder Nick Molen nog. Dus die 200 gereisd, de reactor. En dan gaat hij over naar Andrés Botant, dan hoor je, ah, het is Bushveld. Dan denk je, ah, als die ritten maar goed blijven, als ze maar kwalitatief goed blijven. En dan ben je daar een beetje bang voor als je die aanloop naar die eerste kermissen. En de eerste kermis dat was Tilburg en wat heeft hij daar een groei meegemaakt, mensen. De eerste dag was nog een beetje moi, maar hoe langer die kermis draaide, hoe beter die ging draaien. En ja, hij draait nu voortreffelijk. Echt geweldig. Zowel qua rit als qua show is het echt een fantastische zaak. En ja, daar ben ik natuurlijk blij mee, want bij mij zit hij natuurlijk op de nummer 3 van beste attracties in Nederland. Van vorig jaar dan. Dus vanavond tot dan maar eens even een paar keer instappen natuurlijk, want dit is gewoon heerlijk. Oké, gaat er nog een beetje goed? Ik ben dus heel blij dat hij in hele goede handen is. En dan mag ook iedereen van verzekerd zijn. Maar echt hoe die zaak groeit is in Tilburg, dat is echt niet normaal. Dat is alleen maar te wijden aan een goede operator die snel weet hoe die op een exacte manier met de machine draait. Onride Experience kan je zien op mijn kanaal, mensen. Heb ik ook in Tilburg gemaakt. Dan kan je de reactie ook erbij zien als ik er dan in zit. Finale, extra ronde, extra power. De cakewalk van Cameron hier.
Ik heb in Emmen trouwens nog eventjes een andere zaak van Cameron gedaan. De Snow Party, wat is die goed geworden, mensen? Dan zie je de pusher en daarachter zie je de achterkant van de dance mix. Dat hebben ze mooi gedaan door ja, daarachter gewoon dicht te zetten. Dus gemeente Hoorn, kijk even mee. Zo had het ook gekund. En als volgende zaak ook een vaste zaak hier in Os altijd. Tenminste ook een vaste zaak. Ja, X-Factory die weer tegenaan was ook een vaste zaak. Maar deze dus ook, de Powerwave van Van der Veen. Ook eindelijk weer een keertje naar buiten gekomen. Want ja, heel veel exploitanten hebben al heel lang binnen moeten staan. Deze had één kermis hiervoor. En dit is volgens mij zijn tweede kermis. Lekker man, alle drie de monstertjes zijn weer op de reis. En zo hoort het. Yes, mensen, hij is weer terug op de reis. De Decadence. Of Decasex, net hoe je het wil noemen. Hij heeft nieuwe zatkruizen. Alleen, ja, daar kom ik weer, zou je denken. Ja, daar kom ik weer. Daardoor draait hij wel ontzettend een stukje trager met die kruizen. En ja, ik weet het, ik maak hier geen vrienden mee als ik dit ga zeggen, maar ja, het is wel een feit wat mij nu gelijk al opvalt. Hij draait nu trager met zijn kruis als vroeger. En dat is toch wel jammer. De shows zijn wel echt ouderwets goed hoor. Lekker zo'n beetje op die muziek zitten, rettenketetten. Ja, dat is gewoon vet man. Dat is Decadence. Ja, corona brengt dan veel negativiteit met zich mee. Maar dit is dan weer wel positief. Want Spuk normaal gesproken altijd in Duitsland te vinden. Wel van een Nederlandse exploitant, maar gewoon in Duitsland te vinden. En nu op een Nederlandse kermis. Namelijk gewoon hier lekker in Os, baby. Nou ja, en ja, die komen we natuurlijk niet vaak tegen. Je kan er voor 4 euro in. Ja, en dat ga ik ook gewoon doen, man. Wat een mooi spookhuis is dat. Tenminste, wat ik nog van de laatste keer kan herinneren. Echt fantastisch. We gaan dus ook in de On-Ride Experience, baby. Of ik ben vergeten hoe goed hij vroeger was, of hij is heel erg vernieuwd, want hij was goed jongen, god dik hè, dat was niet normaal. En natuurlijk een hele goede all-ride experience, omdat er twee gillende keukenmeiden voor me zaten. Dat was niet zo gekozen door mij, maar goed door de medewerker. Maar ik denk dat het in ieder geval grappig is geweest mensen. Als booster, de speed booster van Van der Laan, die daar in het midden een nieuw naambord heeft. Ziet er goed uit. Ik ben benieuwd hoeveel de booster nou in de led komt te staan in de aankomende jaren. Ja.
Geen Spinnico's van Buwalda, maar de Magic Mouse van Buwalda dit jaar, want de Spinnico's staan natuurlijk in Hoorn dit jaar. En de autoscooter is Electric Avenue. Je zou denken, hè, is het toch niet de New Generation? Nee, nee, Electric Avenue. Och, heerlijk mensen. En als volgende tour ride de dance mix van Otte. Nieuw voor ons. Vorig jaar zou die hier ook al staan, maar ja, goed, toen stond hij er niet. En nu dus wel. Och, heerlijk. Rook. Oh, Shannon Fitz, yes or no, here we go. Het enige jammer is dat ik vind dat hij zo kort op vol gas draait. Al moet ik zeggen, nu doet hij het meer als in Tilburg. Want in Tilburg was het echt gewoon, er was de rit net niet. Nu ziet de rit er al wel beter uit. Potverdikke me, dat is verdomme. Heb ik spijt dat ik hem in Tilburg gedaan had. Hey, ready to rumble, daar gaan we dan, come on! Raymond wilde hem namelijk even testen, maar in Tilburg was ze eigenlijk net niet goed. Hier is hij beter, Raymond. Hey, zet er maar voor, gaan we dan. Kom maar los, doet hij. Nou mensen, dat was de review van Os. Ja, gewoon netjes. Laten we dat gewoon eerlijker wezen. De kermis kan hier tenminste doorgaan. Daar kan Park Hilaria nog een puntje aan zuigen bijvoorbeeld. Want die kermis, dat is meestal waar de attracties eerst staan. Heel veel attracties uit Os. Zoals de Power Wave bijvoorbeeld. Ja, die kermis ging natuurlijk niet door. Terwijl die al bijna helemaal coronaproof is. Deze, ja wel. En ja, gewoon goed. Topattractie, ja, van mij betreft Reactor, die ga ik zo meteen nog even een paar keer doen. Dance Mix was overigens van zijn halve ritten formule afgestapt. Die draaide nu hele ritten en dan pas dubbel los, zeg maar. Dus zoals normaal de Fabri Boosters ook doen in Nederland. Dus misschien nog even interessante informatie om erbij te geven. Nou mensen, tot de volgende video en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt.